Winter City wil dit jaar naar de Ossenmarkt. De Stichting Sfeerstad Groningen heeft inmiddels een vergunning aangevraagd. Winter City bestaat uit een ijsbaan en diverse horeca- en kerstmisachtige attracties. Winter City staat normaal gesproken in december op de grote markt, maar dat kan dit jaar niet vanwege het glazen huis van het radiostation 3FM, waarmee geld voor goede doelen wordt ingezameld. Dat neemt zoveel plaats in dat er geen ruimte is voor Winter City. Een psycholoog die veroordeeld is voor ontucht met patiënten, blijkt een betrekking te hebben als docent toegepaste psychologie aan de Hanse Hogeschool. Volgens een woordvoerder van de Hanse Hogeschool wist de onderwijsinstellingen hier niks van, maar er worden geen overhaaste beslissingen genomen. De komende dagen wordt bekeken welke functies de man precies bekleedt en hoe de school met de situatie omgaat. De Groningse psycholoog is twee jaar geleden uit het register van Medici geschrapt.